Wat vind je van de situatie rondom Mona Keizer? Het is hartstikke jammer voor het land eigenlijk, weet je, dat zo'n goede politicus de laan uitgestuurd wordt. Het is lullig. Het hele Nederland zegt wat en dat maakt niks uit. En als zij iets zegt, dan moet ze weg. Nou, ik ben het wel met haar eens. Ja. Want ik vind, wij worden gewoon als tweederangs burger bestempeld. Omdat je bijvoorbeeld of niet geprikt bent, of je kan wel in bij Deen bijvoorbeeld, met een supermarkt vol met mensen. Dan hoef je geen je telefoon te laten zien. En dan ergens anders, dan mag je wel op het terras zitten, maar niet naar binnen naar de wc. Nou, ik vind het helemaal belachelijk. Dat ze gewoon, zij vinden het gewoon heel erg moeilijk. Want ze zitten natuurlijk midden in de samenleving. Ja. Het is gewoon moeilijk. Het is gewoon moeilijk. Een moeilijke keuze. En wat ik ervan vind, ik zou het zelf ook zo doen. Ik vind dat ze deels gelijk heeft. Ik steun haar daar wel in. Ik vind dat we gigantisch doorslaan in het hele laten testen, QR-codes laten zien. Het handhaven daarin. Ik denk dat het een stukje eigen verantwoordelijk is voor de mensen om daar ze goed in mee te gaan. Nou, Hugo staat er hier helemaal niet goed op het dorp, weet je. Ik denk dat hij hier zijn eigen niet erg populair ermee zal maken. Nee. Want wij zijn meer van de Mona Keizer-clan. En ik vind gewoon dat we weer gewoon terug moeten naar het normale leven. En ik vind het helemaal belachelijk. Ja. Hebben we dat niet, want het hele kabinet heeft nu op dit moment zijn neus niet dezelfde kant op. Er is zoveel strubbeling, dus ja, dit zal er ook bij horen. Het wordt allemaal steeds, ook het kabinet steeds persoonlijker. Ze gaan steeds meer tegen elkaar in op het persoonlijke vlak. Ja, dat is denk ik niet de manier van politiek voeren. Maar goed, we zouden het nu even moeten doen, denk ik. En ze wist natuurlijk wat er ging gebeuren. Dat ze dit ging zeggen. Dat als je natuurlijk minister bent, in dit geval, dan mag je dan natuurlijk niet daarheen gaan. En nu dan? Hoe gaan we verder? Dat weet niemand. Wij is man die het weet. Ik heb dus gehoord hier in de wandelgangen dat Mona Keizer waarschijnlijk voor haar eigen gaat beginnen. En dan zal meneer Omtzigt bij haar aansluiten, weet je. En dan worden ze samen binnen de korte keren de grootste partij van Nederland, weet je. En dan hebben we eindelijk een Volendammer die het land gaat besturen, weet je. En misschien gaat het dan eindelijk weer eens de goede kant op hier in Nederland.